Welkom bij de Biocast over 23.1 en die begint met een introductie van hoofdstuk 23. Hoofdstuk 23, investeren in groen, en die heeft een aantal leerdoelen. Zo moet je weten hoe planten water opnemen en vervoeren, wat een redoxreactie is, welke factoren fotosynthese beïnvloeden, welke golflengtes van licht belangrijk zijn voor fotosynthese. Je moet weten hoe koolhydraten worden opgeslagen en vervoerd door een plant. Je moet weten dat planten zuurstof produceren, maar ook zuurstof gebruiken. Dan moet je nog een aantal, heel aantal dingen kunnen, en dat is nog wel belangrijker. Je moet de verschillende weefsellagen in een stam kunnen herkennen op een plaatje. Je moet de verschillende onderdelen van een chloroplast kunnen benoemen. Je moet kunnen berekenen of een boom water kan vervoeren. Dus of de omstandigheden gunstig zijn daarvoor. Je moet de lichtreactie van fotosynthese kunnen beschrijven. Hetzelfde moet je kunnen met de donkerreactie van fotosynthese, die moet je kunnen beschrijven. Je moet de verschillende weefsels in een blad kunnen benoemen. Je moet de begrippen source en sink kunnen uitleggen en kunnen gebruiken. Je moet kunnen uitleggen hoe veredeling bijdraagt aan grotere oogsten. En je moet ook nog kunnen uitleggen wat voortgezette assimilatie is. Je moet kunnen uitleggen hoe mineralen in een plant vervoerd worden. Dan moet je tenslotte grafieken over groei, opname, etc. kunnen aflezen, want daar krijg je wel veel mee te maken. Dit waren de leerdoelen en we gaan nu kijken naar 23.1. En dat gaat over water. Dit zijn algen. En zo'n algje komt voor, soms ook op het land, maar meestal in het water, zoals je hier ziet. En die heeft mineralen nodig, hij heeft koolstofdioxide nodig, hij heeft licht nodig en hij heeft water nodig. Nou, dat is geen probleem, want dat kan hij allemaal zo opnemen in die ene cel die groot is. En dan maakt hij glucose van en andere producten. En dat kan allemaal prima in die ene cel, dat hoeft niet moeilijk vervoerd te worden. Anders is het natuurlijk bij een boom. De mineralen zitten in de grond, het water zit ook in de grond, dat moet worden opgenomen en dat moet vervoerd worden naar de plaats waar fotosynthese plaatsvindt. En dat is hierboven in die boom. Daar kan licht bij komen, daar kan CO2 bij komen uit de lucht en dan vindt fotosynthese plaats. En als je weet dat er bomen zijn die wel 100 meter hoog zijn, dan kun je je voorstellen dat het transport van die mineralen en van dat water niet zomaar gaat. Er zitten namelijk hele dunne vaatjes, houtvaten, in die stam. En je weet, je hebt net gezien bij dat filmpje hoe dat zit met zo'n capillair, zo'n dun buisje. Dat kan wel water opzuigen, daar hoort een formule bij. Let op, in je boek staat achteraan vierkante meter, maar hoogtes worden natuurlijk gewoon in meters en niet tot de macht 2 berekend. Dus die tot de macht 2 moet je even wegdenken. Deze formule klopt. En daar kan je mee rekenen, maar dan kom je nooit bij 100 meter hoogte uit. Daar moet dus iets anders bij te pas komen. Dit is een watermolecuul en die heeft die bijzondere eigenschap dat die twee haakjes, die zijn positief geladen en die O is negatief geladen. Dus dat betekent dat het water graag aan elkaar klontert. Op deze manier, die positieve kant en die negatieve kant, die zit tegen elkaar aan, die kleeft aan elkaar. En dat is wel handig. Want dat betekent dat dat water omhoog getrokken kan worden. We hebben hier een boom en we gaan kijken naar de negatieve watergradiënt. Die is hier met dit teken weergegeven. De buitenlucht, waar het water verdampt, daar is de waterdruk heel negatief. In het blad, in de intercellulaire ruimte, dus de ruimte waar de waterdamp uit verdampt, is die al een stuk minder negatief. En in het blad, in de celwand, ook alweer een heel stuk minder. In de houtvaten bovenin, min 0,8. De houtvaten daar beneden, min 0,6. En in de bodem is die min 0,3. Dat betekent dat er een gradiënt ontstaat van beneden naar boven en steeds meer negatief. Dus het water wat verdampt
trekt via de waterstofbruggen aan de andere watermoleculen en er ontstaat een gradiënt waardoor het water omhoog gezogen wordt. En via transpiratie komt dus het water met de mineralen bovenin de boom. Dat gaat via de houtvaten, hier een microscopische foto en hier je afbeelding in Binas. 81B5. En je ziet, er zijn verschillende houtvaten. Die houtvaten zijn eigenlijk dood. Het zijn de celwanden die je ziet en daartussenin is niks meer te vinden. En dat zorgt ervoor dat het water mooi omhoog kan. Als je hier een schijf boomstam hebt, kun je verschillende weefsels herkennen. Buitenom zit de schors. Dan zit hier binnen zit de bast. En de bast zorgt voor het vervoer van de bastvaten via van de koolhydraten. Daar gaan we in de volgende paragraaf naar kijken. Hier is de kiemlaag, het cambium. En die laag maakt aan de ene kant bastvaten en aan de andere kant naar binnen toe de houtvaten. Dit is het spindhout, dit is het levende hout en dit is het kernhout. En dat is dood, dat is echt verhard. Dus dat moet je hebben als je stevig hout wilt hebben. Dit kiempje, daar zie je de wortel beneden en daar zie je de haarwortels zitten. En de haarwortels zijn uitstulpingen van cytoplasma. En daarmee krijg je natuurlijk een hele grote oppervlakte. Daardoor kun je goed stoffen opnemen uit de bodem. Hier een doorsnede. Hier heb je een haarwortel, een wortelhaartje. En die zwarte bandjes zijn de bandjes van Caspari. Die zijn niet waterdoorlatend. Dus er zit een filter op. Er kan geen water, geen mineralen, de stelen binnenkomen. En dat is de binnenkant. Zonder dat die door het cytoplasma is gegaan. Dus een plant kan regelen welke stoffen naar binnen komen. Er zijn twee wegen. Eén is via de celwanden. Dat is de rode. Maar je ziet dat die op een gegeven moment toch blauw wordt. Omdat die daar door het cytoplasma kan, moet. Omdat die niet door de band van Caspari kan. De andere is via het cytoplasma. Daar kunnen stoffen ook binnenkomen. Daar gaan ze dus de celwand in, het celmembraan door. En je ziet dat het celplasma van de cellen continu is. Er zitten openingen tussen. Dus je kunt heel makkelijk van de ene cel naar de andere cel komen. Twee middelen van stoffen om binnen te komen. Maar bij allebei moeten ze op een bepaald moment door het cytoplasma. Dit is de situatie zoals we hem net besproken hebben. Er wordt dus, is dus eigenlijk een zuigkracht die ervoor zorgt dat het water omhoog komt. Maar op een gegeven moment gaat natuurlijk ook de zon onder. En dan gaan de huidmondjes dicht. En dat betekent dat de zuigkracht verdwijnt. En toch heeft die boom ook 's nachts wel jonen nodig. Hoe komen die nou naar binnen toe? Die jonen worden actief opgenomen, die zijn in de wortel. En dan via osmose wordt de druk opgevoerd. En via de worteldruk, dus de druk die door osmose wordt opgebouwd, kunnen de jonen boven komen. Dus die worden nu eigenlijk naar boven geblazen. En helaas, op een gegeven moment, het wordt ook weer winter, de bladeren zijn weg. En nu is het te koud om die jonen actief op te nemen. Het hoeft niet te vriezen, maar als het zo koud is, lukt het de plant niet om ze op te nemen. Wat er dan gebeurt, is dat de zetmeel die in de wortel wordt opgeslagen, die wordt omgezet en die wordt omgezet in suikers. En die suikers zijn wateroplosbaar en je snapt het alweer. Daarmee neemt de osmotische waarde toe en lukt het ook weer om water op te nemen. En dat wordt ook weer naar boven geblazen. Ten slotte nog een grafiek. Hij ziet er wat ingewikkeld uit. Hij gaat over verschillende zandgronden en hij gaat over de waterdruk. En hou in de gaten dat de waterdruk die hier staat, is de negatieve waterdruk. Dit is het punt waarop de negatieve waterdruk in de plant net zo groot is als in de grond. Dat betekent op dat moment kan een plant geen water meer opnemen uit de grond. Want het water blijft net zo lief aan de grond zitten als dat hij de plant ingaat. Hier bij punt 2, dat is de maximale hoeveelheid water die opgenomen kan worden, vastgehouden kan worden door de grond.
Als er meer water in de grond komt, dan zakt het door de zwaartekracht naar het grondwater. Dus als je de lijn van het bovenste punt naar beneden doortrekt en je gaat dan weer terug naar de lijn van de grondsoort, dan is dat water, die hoeveelheid water, dat percentage, is beschikbaar voor de plant. En dat was de Biocast van 23.1. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.